voorzitter van ZLVO afdeling Moerdijk. Hebben wij vandaag onze Tour de Boer georganiseerd. En om dat nog een klein beetje meer jus te geven, hebben we gekozen om van deze ochtend ook de fietsstraat Noordlangeweg. Straat Noordlangeweg inderdaad, ja. Te openen door wethouder de heer Thomas Zwiers. Dus aan hem het woord. Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier mag zijn. Fijn dat jullie er zijn. Allemaal netjes met de fiets gekomen. Ik heb een slecht voorbeeld gegeven. Ik ben met de auto gekomen. Maar inderdaad, hè, als doel inderdaad vandaag om de fietsstraat hier te openen. Hier op de Noordlangeweg. Een discussie die heel lang geweest is. Die ook heel lang gevoed heeft. Zeg maar, ook binnen de gemeente. Met de gemeenteraad, omwonenden, stadsraad. Maar ook in de overleg die we bijvoorbeeld met ZLVO hebben gehad. Ja, wat gaan we nu eigenlijk doen in dit gebied. Om ervoor te zorgen dat het ook aantrekkelijker wordt om te fietsen. Aantrekkelijk wordt om te fietsen, maar in ieder geval ook voor te zorgen dat kinderen gewoon veilig vanuit Willemstad via Klundert uiteindelijk ook naar Zevenberg kunnen fietsen. Nou, alleen met de Noordlangeweg komen we daar niet mee. Dat betekent eigenlijk ook dat je het hele gebied ook moet gaan aanpassen. Dat hebben we voor een groot gedeelte ook gedaan. Ook op de Oostdijk zijn maatregelen genomen. Op de Tonse Dijk en ook op de Zwingelspaanse Dijk eigenlijk allemaal opgericht om gewoon fietsers toch wat meer ruim baan te geven in dit gebied. Ja, dat gaat allemaal niet vanzelf, want het heeft natuurlijk ook allemaal consequenties. Dus uiteindelijk afwegingen maken. Wat je vanuit ouders hoort, wat voor maatregelen er genomen moeten worden, is dan bijvoorbeeld weer hele andere opvattingen die er bijvoorbeeld zijn over de inrichting van de weg, of wanneer we dat bijvoorbeeld vanuit ZLTO horen. Uiteindelijk allemaal wel met hetzelfde doel voor ogen. Maar bijvoorbeeld dingen als drempels en dat soort zaken in het buitengebied. Nou, daar wordt gewoon echt heel anders over nagedacht. Bijvoorbeeld ook door de agrariërs in het gebied. Dan bijvoorbeeld bewoners in Willemstad. Nou, dat heeft er uiteindelijk met elkaar denk ik in goed overleg toegeleid, zeg maar, hoe we het nu uiteindelijk ingericht hebben. Nou, dat kan best nog wel eens zijn dat we met elkaar tot de conclusie komen dat in de loop van de tijd dingen misschien toch op onderdelen anders moeten. Nou, dan moeten we daar met elkaar ook goed naar kijken. We hebben met elkaar ook al afgesproken om in ieder geval de inrichting zoals het nu ook is, de maatregelen die we nu ook genomen hebben, wat ons betreft ook een soort van proef, hè, om met een ontheffing, een stuk, zeg maar, eigenlijk gesloten verklaring met ontheffing, ook in het buitengebied te gaan werken. Dus we zullen ook echt gewoon moeten kijken, wat gaat dat betekenen? En dat zal ook de tijd moeten uitwijzen. Ik denk dat we daar met elkaar ook van moeten leren. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ongeveer na een jaar of 10 discussie, dat er uiteindelijk dat we het dan ook echt gewoon ook aangepakt hebben en dat er nou ook echt iets gebeurd is. Dat was één uitdaging. Ik mag vandaag nog met een tweede uitdaging beginnen. Dat is geloof ik om het te gaan openen met een voertuig waar ik nog nooit mee gereden heb. Dat zullen we ook maar eens gaan proberen. Richard? Richard, je mag even als reclame. Richard? Richard! Geef je even begeleiding. Voor de reclame. Dan is de verantwoording niet helemaal. Nee, zeker niet.
Mark heeft de eerste lange weg geopend, denk ik. Dankjewel, Thomas. Nou, ik hoop niet dat je dochter al het commentaar wat wij net hebben besproken doorvertelt aan jou. Maar dat zal wel niet. Goed. En we hadden eerst 7 pakken willen doen. Ja, maar we zijn wel blij dat het maar 2 pakken is. Dat had erg lang geduurd, denk ik. We nodigen iedereen uit voor het rondje Tour de Boer. En hierbij is zowel de fietsstraat als de Tour de Boer geopend. Hij bepaalt zelf al. Ik meeneem,